Goedemorgen, Kevin. Ja. Hoor je ons? Ja. Ja. Wat hebben jullie de komende dagen op het programma staan? Nou, best wel heel veel, want we hebben een heel druk weekend. Want we bestaan 7 jaar dit weekend. Gefeliciteerd. Dus dat is altijd wel weer een overwinning dat we weer een jaartje ouder zijn geworden met z'n allen. Ja. Daardoor beginnen we vrijdag, aanstaande vrijdag, met Droog. Dat heet DVO. Droog gaat de vloer op. Dat is al vaker geweest en dat is een beetje in het kader van bijvoorbeeld, zie je het een beetje als de lama's en het programma De Vloer Op. Mensen, publiek is het heel interactief. Het publiek mag gewoon allerlei dingen opdrachten geven en dan moeten zij dat spelen. Improvisatietheater is het, hè? Improvisatietheater, inderdaad. Ja, de moeilijkste tak van sport, maar wel een van de leukere, vind ik. Er wordt altijd behoorlijk gelachen en, ja. En gek gedaan. En nou ja, je ziet het ook aan het plaatje wat jullie nu voorzetten. Ze nemen ook allerlei attributen mee en gaan dan helemaal los. Dus, en dat begint om 7:15 aanstaande vrijdag. En daar is iedereen natuurlijk van harte welkom. Goed. En dan hebben we zaterdag hebben we, en zondag, ik moet het eigenlijk bij elkaar noemen, hebben wij hier een hele grote expositie. Dus dan zijn we eigenlijk min of meer even 2 dagen een museum. En dat is een kunstexpositie van het Dream Art Team. En dit zijn 3 kunstenaars die allemaal minimaal een werk of 20, 25 per persoon gaan hangen bij ons. En dat kleden we altijd heel mooi aan en dat lichten we natuurlijk met onze theaterlampen mooi uit. En daar is iedereen van harte welkom tussen 11 en 6 om daar naartoe te komen. Mm-hmm. Met een klein beetje een verjaardagscadeautje voor mij, want ik moest natuurlijk ook nog wat doen aan het 7-jarig bestaan van Poza. Dus er wordt ook nog door Bernette Bogus van Bernie Art, wordt er op zaterdag tussen 11 en 6 wordt er live gebodypaint. Dus gewoon ook echt. Letterlijk in de ontvangst in de foyer wordt iemand beschilderd. Heb je al een model? Want ik heb begrepen, Marco is toevallig zaterdag vrij. Ik weet niet of je nog iemand nodig hebt. Nou, ik heb het nog veel leuker. Maar nu verklap ik eigenlijk iets. Maar dat, dan heb je maar de primeur. Ja. We hebben een werknemster hier, die heet Rosa. Rosa van Poza. Mm-hmm. En die kent iedereen natuurlijk, want die staat hier altijd al het werk te doen als ik het weer eens nalaat. En die heeft zich aangeboden als model. Dus die gaat hier, dat is een hele bekende voor de mensen die hier vaak komen. En die heeft er toch gedurfd om te zeggen van, nou, dan laat ik mij live bodypainten in het kader van 7 jaar Poza. Nou, wat leuk. En maar dat, ga je toch helemaal naakt dan? Nee, toch? Hangt vanaf. Nee, dat gaat niet helemaal naakt. Je krijgt zeg maar een bepaalde bescherming voor de edele delen. Oké. Dus bijna. Je geeft jezelf bijna volledig bloot. Ja. Ja, ik vond het ook echt wel. Ik maakte er een grapje van wil je dat doen? Ja. Hij zei ja. Dus, ja. En dan wel heel verbaasd over, maar dat vind ik wel heel erg. Ik vind het heel stoer van. Nou, ik ben er sowieso bij. Ik wil het natuurlijk wel zien. Ja. Ja. Goed. Ja. Dat was het voor nu. Ja, goed zo. Dan wens ik jullie een heel fijn verjaardagsweek einde toe dan. Dankjewel. Tot de volgende keer. Bye.